verwacht een redelijk gelijkopgaande wedstrijd tussen twee ploegen. Die allebei zo hun eigen problemen hebben en dingen die voor ze spreken. VVV natuurlijk wel wat opgebloeid onder Driessen, maar nog bepaald geen enorm goed draaiende ploeg. En Emmen kan geweldig voetballen, maar doet hetzelfde in uitwedstrijden. Dus is het de vraag wat we vandaag van deze twee ploegen te zien krijgen. Met Opoku dus in de spits. U ziet de opstelling van VVV onder in beeld. De verwachting is dat VVV gewoon in gaat zakken. Emmen deels het spel laat maken. Maar verwacht niet een storm- en drangoffensief van de thuisploeg. Zover is VVV nog niet. Het zal rustig bouwen zijn. En voor hem een bijzondere wedstrijd. Het is namelijk voor Koem zijn 300ste in de Eredivisie. Dat bij elkaar opgeteld, dus 300. Er zijn er maar weinig die dat aantal halen. En bij Emmen dus een noodgedwongen wijziging door de afwezigheid van Pijl speelt Veendorp. En dat is ook uitgebreid besproken waarom hij daar nu staat en niet bijvoorbeeld dus Hiarie. Larsen, man om op te letten. Vorig seizoen een spektakelstuk dat uiteindelijk in de slotfase door het doelpunt van Chacon met 3-2 werd gewonnen door Emmen. Aanname niet helemaal goed, daardoor uiteindelijk de bal kwijt, omschept door Lindhorst op Popen. Sinclair, Burnett tegenover. Voorzet is goed, is uitstekend zelfs. Daar is VVV dichtbij het doelpunt, het kan alsnog. Vanuit de lastige hoek gaat hij er net niet in, wat Telgekamp zijn hand er tegen krijgt. Eerste grote gevaar van zijn ploeg. Jij Driessen met Sinclair die die voorzet heel scherp geeft. En Telgekamp, de eerste was nog wat onbewust. De tweede in een vol strafschopgebied. Dus die duwt hij goed naar de zijkant. De corner. Telgekamp. Kolar vraagt hem in de diepte. Wordt Laursen wat dichterbij. Hij loopt zich vast. Versnelling van Pagoni. Voorzet is ook nog eens goed. En de koppel is dat ook. Wat een mooi doelpunt. Opoku scoort. En Pagoni krijgt natuurlijk ook de nodige knuffels voor zijn bijdrage. En de verdedigers gaan allemaal naar de verdediger toe. En de aanvallers allemaal naar de aanvaller. En daar vinden ze elkaar. De twee die zorgen voor deze treffer. Tobias Pagoni en Jonathan Opoku. Hij die het vertrouwen krijgt dat onder Maaskant er niet altijd was. Pagonik mag komen, heeft de versnelling. En het is echt een lekkere voorzet. Keeper kan niet komen. En Araujo in de lucht geklopt door Opoku. Wie het kopbal dan ook Telgekamp te machtig is. Nou, kopbal, schouderbal. Net twijfelt, maar had door dat hij die bal niet kon onderscheppen. Heeft nu wel Sinclair losgelaten. En dit is een uitstekende bal weer van Pagoni. De bal moet naar de linkerkant, naar Wright. Dat doet VVV toch steeds goed, dat omschakelen. Wright is er langs. Wright krijgt er voor en het is geen 2-0. Natuurlijk, ze krijgen veel meer ruimte, maar dat doen ze dan ook goed. Net niet in te glijden, de bal door Sinclair. Lindhorst. De bal draait te strak. Oh, zeg je in, maar voorlangs draait hij. De Leeuw. Burnett. Lindhorst. Snelheid bij Van Ooyen. En graag in de diepad willen hebben. Het wordt Wright. Opoku van Ooyen in het strafschopgebied, daar komt Sinclair bij. Wright is daar vrij makkelijk langs en schiet er maar bijna in. Een geslaagde actie. Maar net geen treffen.
vrij makkelijk langs Veendorp, toch? Nee, dat staat echt niet zoveel. Nautsen. Veendorp trekt dan naar binnen. Om daar nog een extra afspelmogelijkheid te hebben. Peña. Vrije trap. Gooit de bal een metertje extra naar voren. Maar Baks, let op. Peña. En dat is ook niet een hele slechte poging natuurlijk. Sterker nog, ik denk dat het meest dreigende is wat Emme heeft laten zien. Sinclair. Voorzet is goed. Maar wordt nog net verdedigd door Heijden. Bal wordt nog verlengd door Poku. Schot is lekker. Zo, lekkere uithaal van Van Ooyen. Vol genomen, maar ook vol op de lat. Jansen. Right. Die snelt er maar weer eens langs. De backs van Emmen hebben het heel moeilijk. En daar is Telgekamp. Oh, afvallende bal valt wel voor Van Ooyen. Niemand die echt goed ingrijpt. Niemand die echt goed ingrijpt. Totdat Araujo zich ervoor gooit. Onvoorstelbaar, wat is Emmen achterin aan het doen. Het is dat Araujo besluit om echt met de hele ziel en zaligheid voor die bal te gooien. Dat had gerust iemand anders ook een keer eerder kunnen doen. Opoku, klaarleggen. Daar zit Araujo tussen, voordat Wright uit kan halen. Post wint. Kolar. Burnett. Kolar krijgt de vrije trap. En de kaart. Voor Russelen. Hij gaat op de Achillespees staan van Kola. Daar. Oh, VAR zegt prima. Chacon. Lauwsen. Langs één man. En dat is een overtreding. Hij zegt ik doe helemaal niks. Lindhorst. Daar hebben ze bij Emmen wat andere gedachten over. Nou, dat snap ik op zich wel. Het is de beste kans van Emmen in de eerste helft. Deze vrije trap. Wat doen ze ermee? Peña. Die schiet hem via de muur net naast. Je kan je vraagtekens bij de muur zetten omdat hij daar dus eigenlijk dwars doorheen ging. Maar uiteindelijk doet de muur dan toch zijn werk. Lauwsen. Kirschbaum. Hoe? De Kirschbaum half. Hoe die bal nog raakt. Brandt in ieder geval op de lat. Is die bal nog binnen? Blijkbaar wel. En dus mag Emmen door. Het zou niet zo bedacht zijn door Lauwsen. Het is wel bijna 1-1. Araujo, Veendorp. Strak ingespeeld. De eerste echt grote schietkans van de tweede helft is voor Emmen. Maar de man die vorig seizoen dit duel besliste in de slotseconde zo'n beetje. Schiet nu naast. Peña speelt in. Chacon, aanname is echt goed. En het scheelt niet heel veel. Daarvoor. Lauwsen, die hem voor het doel probeert te chippen, maar die bal dus op de lat. Die bal is toch behoorlijk uit. Van Ooyen, ook helemaal terug. Niet heel avontuurlijk, weer blijft Wright liggen, dan is hier ook niks aan de hand, zegt Baks. Oef! En Post gaat er geel voor krijgen. Dit was een stevige tackle, daar waar ook een bal nergens nog bij zat. Post kan deze kaart trouwens niet.
niet hebben. Hij is geschorst. Oh, hij mag echt niet mopperen. Dat mocht de Rösler al niet met geel in de eerste helft. Dat mag Post hier ook bepaald niet. Burnett. Tegenstander blijft liggen, geraakt door Burnett. Dit is VVV. Komt de bal maar over de zijlijn. Lindhorst. Ligt daar. Nog eens kijken. Gaat boven op de voet staan. Boven op de voet, op de enkel daar. Baks heeft het bekeken. Hij gaat naar de kontzak. Hij moet vertrekken. Rood voor de linksback van Emmen. De VAR en Emmen. Het is in deze periode wat. Vorige week Bijl met het afgekeurde doelpunt. Geen rood voor Bijl. Toen hij wel werd gestuurd. Nu is het wel de extra dimensie van de VAR. Hoe het hier wordt beleefd in het stadion. Nu is het vol. Daar wordt de bal ingebracht. Klaarleggen lukt niet. En als ze dit niet uitspelen, dan houdt het natuurlijk op. Het is 2 tegen 1 en die 1 is de keeper. Yeboah doet het ook. Nou ja. Jongen, ik snap dat je weinig vertrouwen hebt in Wright, want die heeft nog geen doelpunt gemaakt. Maar je kan hem gerust leggen op de speler die een leeg doel voor zich heeft. Wright denkt, ja, als mijn ploeggenoot al zo weinig vertrouwen in me hebben. Oh, het is 2 tegen 1. 1 balletje breed. Meer is het niet. Het is echt ongelofelijk. Het is echt ongelofelijk. Neudekker. Neudekker speelt. Van Ooyen. En daar is dan de 2-0. Als er eindelijk een beetje echt rust, beleid en overzicht is, is een uitbraak van VVV. Dat wat de Reder nog wel eens aan heeft ontbroken. VVV boekt de tweede overwinning onder Jij Driessen. En het is een volkomen verdiende. Zoveel kansen gehad, er slechts 2 benut. Daardoor leek het nog spannend, maar was VVV vrijwel de gehele wedstrijd. Misschien nog een kleine korte fase na het begin van de tweede helft. Gewoon de betere ploeg.